Maar ondertussen even naar kijkers. Afgelopen weekend was het gevecht van de eeuw, werd er gezegd. Nou, Klitschko. Ik zeg je heel eerlijk, hè, Mike Tyson was ook groot. Hè, dat hij alles in binnen 10 seconden tegen het canvas sloeg. Dat was ook groot. Hè. Want die liep erop af en die gaf hem 2 klappen en die lag. Maar dit was echt een gevecht, jongen. Hey. Anthony Joshua, de wereldkampioen. Wat was dat? Ja. Ook een beest van een gozer. Die bleef opstaan, die gozer. Oh, wat een... Nou, heb je het gezien? Nee, want ik vind het heel onsmakelijk en ordinair. Nou, het was echt een geweldig gevecht. Maar geweldig gevecht, de commentator vond het ook een geweldig gevecht. Koert, die ging helemaal uit zijn dak. Wie was dat dan? Koert Westerman, die ging helemaal uit zijn plaat. Ging die. Hij had niet verwacht. Die vindt pijltjes gooien ook leuk. Maar hier geeft hij me een... We hebben straks nog een samenvatting. Klap, jongen. Boom. Zo, kijk eens, man. Hey. Nah, en het was van Rocky-achtige allure, hè? Want er ging een beetje neer. Goed, zegt dit. Oh, ja, maar daarna staat hij gauw weer op, hè? Dat die meneer geen slaappilletje nodig. Weet je hoe oud hij is? Weet je hoe oud hij is? Nee. 41. En die andere is 26 is die andere, ja. Ja, maar als je 41 bent, dan moet je wel heel veel alimentatie moeten betalen als je dit nog wil doen. Oh. Nou, het was echt waanzinnig. Maar hij komt daarna ook nog weer terug. Dat is het, hij slaat daarna die gozer weer neer. Het was echt een soort film was het bijna. Was goed, man. En nu blijft het toch wel liggen, of niet? Ja, nu blijft hij liggen. Uiteindelijk blijft hij liggen. Kijk, dat vind ik ook met dat free fight. En er zijn allerlei vormen. Ja. Daar worden met zonder handschoenen... dan worden klappen uitgedeeld. Dat ik denk, dit kan nooit medisch verantwoord zijn wat er gebeurt. Nou, dat denk ik ook niet, nee. Nee. Nee, maar dan moet je ook niet dit toestaan. Wat is dit maar voor... slaappillen nemen, 2 stuks van het niveau waar jij volgens mij mee hebt. Als je mijn leven leidt, als je om 3 uur thuis bent... je moet om 6:30 weer op, dan moet je eventjes slapen. Ja. Hè? Ja. Ze leggen ze normaal gesproken olifanten mee in slaap. Dus wat dat betreft... Nee, ik had het verkeerde buisje. Ja, dat was duidelijk inderdaad, ja. Nee, maar goed, boksen, ben ik dat andere free fighter zo, dat gaat allemaal nog een tandje verder, vind ik. Ja, hoor. Deze gasten zijn te volwassen, dus je kiest er zelf. Ah, nee, natuurlijk, iedereen moet zelf weten wat hij doet, maar ik kan er niet naar kijken. Ik vind het te ver gaan. Maar ik was het ooit voor je ervoor gekomen, René? 90.000 mensen in een stadion, het Wembley Stadion, wat helemaal vol zat. Ah, dit is echt niet te geloven. Ja, maar het is big business, hè, maar het wordt over de hele wereld ook uitgezonden. Ja. Die Duitsers die zijn er ook helemaal dol op, hè, op dat boksen. Die maken er ook een hele avond van, joh. Ja, geweldig. Ja, nou, het was een absoluut spektakel. Ja.